Goedemiddag Nederland. Welkom terug bij deze webinar week. Deze woensdag die helemaal gaat over arbeidsmarkt en inhuur, trends en insights. Ik ben Wim Davidsen, voor degene die nu net inschakelt. Ik ben de dagvoorzitter van deze dag. Maar dit webinar doe ik eigenlijk helemaal niks. Ongelooflijk. Wie mij kent, die zal begrijpen dat ik het er heel moeilijk mee heb. Maar goed, ik ga het heel snel nog even wachten, Elke. Maar dan geef ik het aan jou over. Zij gaan het hebben vanuit de Briske Groep over vitaal flexwerken. Ik vind het een prachtig thema, want vitaliteit, daar zijn we een paar jaar geleden mee begonnen in Nederland. En flexwerker was altijd een soort van tweederangs medewerker. Ik weet niet of ik nu de gemiddelde flexwerker tekort doe, maar dat is toch een beetje mijn beleving geweest de afgelopen 10, 20 jaar. En nu gaan we het hebben over vitale flexwerkers. Lijkt mij een superbelangrijk onderwerp. En dan gaan we de komende 3 kwartier gaan we daar van alles over horen. En dat gaan we doen. Niet onder mijn leiding, maar onder de leiding van Elke. En Elke, jij gaat jezelf ook voorstellen, hoef ik ook niet te doen. Dus ik zou zeggen, neem jij de knoppen van mij over. Dankjewel. Neem jij ook de regie van mij over. Zeker. En ik wens je heel veel plezier en succes de komende 3 kwartier. Dankjewel. En ons veel interessante informatie. Super. Dankjewel alvast. Dankjewel. En Wim, je hebt maar verzekerd dat als het misloopt, dat jij alsnog ingrijpt. Ik ben in de buurt. Ik ben in de buurt. Komt helemaal goed. Maar het is jullie expertise. Dit gaat helemaal rollen. Goed zo. Dankjewel. Ja, en ik kreeg al meteen flashbacks toen ik deze microfoon opkreeg aan de tijd dat ik spinninglessen gaf. Ook vitaliteit, maar dan op een iets andere manier, zullen we maar zeggen. Welkom allemaal bij dit webinar. Vitaal flexwerker vraagt om teamwork. Webinar van Brisker Groep. Want een gelukkige, gezonde en bekwame flexkracht is goud waard. Zeker in deze krappe arbeidsmarkt. Vitaliteit is belangrijk. Daar gaan we het vandaag over hebben. Mijn naam is Elke Jansen, CEO van Brisker Groep. En ik zal dit webinar inderdaad presenteren. Allereerst, dit is een interactief webinar. Dus dat betekent dat je ook vragen kunt stellen aan ons. Dat kun je doen in je scherm. Die ontvang ik dan hier. En daar kan ik ook op reageren. Daar zullen wij samen op gaan reageren. We kunnen niet alle vragen behandelen. Na dit webinar krijg je een link naar de presentatie. En dan zullen wij ook ons best doen om alle vragen in ieder geval bij je terug te koppelen. We zullen het interactief houden. Dat betekent ook dat we vragen hebben van jou als kijker. En ik heb meteen ook een eerste vraag aan je. Want wij zijn namelijk erg benieuwd vanuit welke hoedanigheid dat je naar dit webinar kijkt. Je ziet een vraag met een aantal antwoordmogelijkheden. Geef daarop je antwoord. Ik zie de antwoorden zo meteen hier terug en daar kom ik graag op terug later in deze presentatie. Ik presenteer dit webinar niet alleen. Ik heb 2 gasten meegenomen. Allereerst Jessica Brandwijk, consultant duurzame inzetbaarheid bij Doorzaam. Kun je iets over jezelf vertellen, Jessica? Ja, dankjewel Elke. Ja, zoals gezegd, ik ben Jessica en ik ben al zo'n 23 jaar werkzaam in de uitzendbranche. En daar heb ik diverse rollen mogen uitoefenen, van intercedent tot vestigingsmanager. En circa 10 jaar geleden heb ik de overstap gemaakt naar opleiden voor uitzendkrachten. Dus het adviseren daarin en het regelen voor opleiden voor uitzendkrachten. En 5 jaar geleden is de focus verlegd van alleen opleiden naar duurzame zetbaarheid in zijn algemeenheid. En de afgelopen 2 jaar mag ik dat doen bij Doorzaam. Inderdaad, als consultant duurzame zetbaarheid. Ja, super. En ik denk dat het voor de kijkers leuk is om ook wat persoonlijk over jou te weten. Dus ik heb een stelling voorbereid. Dan mag jij de zin afmaken. Het meeste heb ik geleerd van? Ja, dat is een goede vraag. Nou, ik denk dat ik dan terug moet naar mijn wat jongere jaren. Ik heb op aardig niveau gevolleybald. Volleybal is bij uitstek een teamsport. En daarin heb ik wel geleerd hoe het is om goed samen te werken, maar daarbij ook wel gewoon altijd je eigen rol en verantwoordelijkheid te pakken. En dat is een combinatie waar ik nu nog steeds eigenlijk wel veel profijt van heb. Leuk. Nou, wij zijn een sportief team dan, want ik weet dat Michiel spinnen. Ook heel veel sport. Nou, want dat is de tweede gast van vandaag. Michiel Poplier is mijn collega, manager Learning and Development bij Brisker. Michiel, wil jij kort iets over jezelf vertellen? Zeker. Ja, ik zat niet over mijn sport te hebben. Dat is, gaat misschien wat te ver. Dan zijn we 3 kwartier verder en dan, dat is niet de bedoeling. We gaan het hebben over andere dingen natuurlijk vandaag. Maar ik ben manager Learning and Development bij Brisker Groep. Doe ik al een aantal jaren. Maar ik heb een, ik heb een hele leuke baan. Want wat ik doe is ik help mensen. En dat doe ik
iedere dag. En soms zijn die mensen mijn eigen collega's, 150 bij Brisker Groep. En dan help ik ze met de juiste trainingen, het vergroten van hun kennis, het vergroten van hun vaardigheden. Of ik geef workshops aan ze, bijvoorbeeld in teamverband. Maar aan de andere kant hou ik me ook bezig met de flexkrachten die voor Brisker Groep werken. Dat zijn er een stuk of 20.000. En die help ik met kleine dingen. Dus bijvoorbeeld het vinden van een training als het gaat over op de heftruck zitten of een EHBO-cursus. Maar ik help ze ook met andere dingen. En dat gaat dan eigenlijk veel meer over inderdaad programma's, evenementen organiseren om vitaal te blijven. En om na te denken over je gezondheid, om na te denken over hoe kan ik inderdaad aan het werk blijven. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met onze klanten. Daar vertel ik straks wat meer over. Ja. Leuk. En voor jou ook een vraag, persoonlijk. Ja. Als je overal in de wereld zou mogen wonen, waar zou je dan graag willen wonen? Dan zou ik aan de Nederlandse kust ergens willen wonen. Maar dan wil ik de zee kunnen zien. Dus dan zou ik, het maakt niet zoveel uit. Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland. Maar in ieder geval aan het strand, denk ik. Ja. Leuk, ja. Mooie plek. Ja. Ja. Dankjewel. Ik kom zo bij jullie terug. We gaan vandaag het hebben over vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, aan de hand van vier onderwerpen. Allereerst gaan we in op waarom zou je nou investeren in duurzame inzetbaarheid. Vervolgens zullen we een stukje context en achtergronden geven, ook bij Brisker en bij Doorzaam. Vervolgens zullen we ingaan op wie speelt nou eigenlijk welke rol in de keten. En daar zullen we ook wat voorbeelden bij geven. En dan ga ik meteen ook eventjes naar de resultaten van de eerste vraag die we aan jullie gesteld hebben. Ik zie op mijn scherm dat de meeste mensen komen van een uitzendbureau. En er zijn ook veel HR-managers vandaag aanwezig als kijker. Mooi. Dus heel mooi. Leuk dat jullie er allemaal zijn. En dan gaan we meteen ook door naar het eerste onderwerp van vandaag. Duurzame inzetbaarheid. Waarom zou je daar nou eigenlijk in investeren? Maar misschien eerst even dat woord, hè? Want het is natuurlijk een hartstikke mooi woord, ook wel een beetje jargon. Ik zie Wim achter de schermen knikken, ja, dat is heel erg jargon. Ik kreeg zelfs van sommige mensen de vraag, ja, duurzaam, dat klinkt eigenlijk wel heel erg groen. Maar ja, dat is het eigenlijk ook niet. Jessica, als jij duurzame inzetbaarheid zou mogen omschrijven, hoe zou jij dat dan doen? Nou ja, ik herken wat je zegt, hè, dat mensen daar van allerlei beelden bij hebben. Ze beginnen zelfs al over energie en dat soort zaken. Maar in het kader van HR verstaan wij daar wel iets anders onder. En zelf leg ik het eigenlijk altijd veel meer uit als relevant zijn voor de arbeidsmarkt. Of je arbeidsmarktwaarde behouden of versterken. En dan gaat het natuurlijk om kennis en vaardigheden. En dan zit je al veel meer in de opleidingenhoek. Maar het gaat verder dan dat, hè? Want je lichaam moet ook in staat zijn om je werk uit te kunnen oefenen. En mentaal, hè? Hoe zit je mentaal in elkaar? Ben je mentaal weerbaar? En dat soort zaken zijn ook belangrijk om... Om gewoon goed en gezond aan het werk te blijven. Ja, dat is heel erg belangrijk. Hè. Wij vinden het als Brisker Groep belangrijk om te investeren in de duurzame inzetbaarheid van flexkrachten. Want we weten dat als we persoonlijke aandacht geven, dat mensen ook gelukkiger en gezonder zijn. We zijn heel benieuwd ook hoe de kijker daarnaar kijkt. Hè. Dus we hebben wederom een vraag voor de kijker. Die zien jullie als het goed is nu ook. Wil je investeren in duurzame inzetbaarheid? Ja of nee? En waarom wel of niet? Duurzame inzetbaarheid. Veel voordelen. Misschien allereerst even vanuit het perspectief van de uitzendkracht. Jessica, wat is het voordeel? Waarom zou een uitzendkracht investeren? Ja, weet je, Elke, een uitzendkracht wil eigenlijk net als iedereen gewoon een leuke, fijne baan met toekomstperspectief. Hè. Ze willen ook een volwaardig inkomen en ook een zekerheid, een continuïteit dat inkomen er ook is. En niet alleen maar dat je volgende maand je huur of hypotheek kunt betalen, maar dat je dat volgend jaar of in de jaren daarna ook kan. En als je naast dat leuke werk dan ook nog energie en tijd overhoudt om leuke dingen te doen, hè? Sporten of met je kinderen iets leuks doen, dan is dat alleen, dan maakt het alleen maar het leven nog beter. En uiteraard niet alleen maar nu en over een jaar, maar dat wil je ook nog na je pensioen blijven doen, hè? Met je kleinkinderen iets leuks doen. Ja. Dus daarom is het ook voor uitzendkrachten belangrijk om daarmee bezig te zijn. En daar hebben ze een eigen verantwoordelijkheid in, uiteraard.
Maar ze kunnen daarbij wel kiezen voor welke uitzender of werkgever je dat dan gaat doen en je werk gaat doen. Hè? Want er zijn best wel wat werkgevers die daar van alles voor faciliteren. En je ziet dan toch dat mensen eerder daarvoor de keus maken. Ja. Ja, je zegt al, hè, dus intermediairs en opdrachtgevers, die zijn daar ook mee bezig. Ja. Wij zien dat vanuit Briske natuurlijk ook. Michiel, jij kunt daar wellicht het beste ook een beeld van geven. Hè. Waarom vinden intermediairs en opdrachtgevers dit belangrijk? Nou, goed om misschien te kijken naar het plaatje van hoe ziet eigenlijk onze keten eruit. Hè? Hoe werken wij nou met elkaar en wat is daar ieders plek in? En Jessica zegt net, nou ja, de uitzendkracht, hoe gelukkiger die is, hè, hoe beter die gaat werken eigenlijk, hoe fijner dat ook is voor een uitzendorganisatie, hoe fijner het is voor een intermediair om te werken en uiteindelijk ook natuurlijk op de werkvloer waar die zijn werk moet doen. Zeker. Niet alleen vandaag, maar ook voor de toekomst, hè, als ik het zo mag samenvatten. Nou, ik wil heel even het plaatje laten zien van hoe de keten eruit ziet en daar zie je uiteraard de uitzendkracht een hele belangrijke plek in hebben, maar er zijn ook nog een aantal andere partijen die een plek hebben en dat is de uitzendkracht aan de ene kant, de intermediair of de opdrachtgever. We zien inleners en we zien hier ook Brisker staan. Brisker als juridisch werkgever of als back-office partij die hier ook een plek heeft in de keten. En eigenlijk, de vraag die we hier beantwoorden is, waarom is het nou interessant? Nou, waarom het voor de uitzendkracht interessant is, dat zei Jessica eigenlijk net. Maar waarom is het voor al die andere partijen in dit plaatje interessant? Dat heeft ermee te maken dat als die uitzendkracht niet vaak verzuimt, goed zijn werk kan doen, gelukkig is eigenlijk op de werkvloer, dan zal dat ervoor zorgen dat de productiviteit van die uitzendkracht hoger is. Als die blij is op zijn werk, zal dat ook kunnen betekenen dat hij langer wil blijven werken voor een bemiddelaar, dus in dit geval een intermediair, die zal die uitzendkracht langer aan zich kunnen binden op de een of andere manier. En als je het zo bekijkt, dan is inderdaad die blije uitzendkracht, die vitaal aan het werk is, is eigenlijk voor iedereen, profijtelijk klinkt een beetje alsof we hem benutten, hè, alsof er een soort van nut is, maar eigenlijk komt het daar wel op neer. Dus zo zou ik het eigenlijk willen omschrijven. Dus dat het inderdaad voor de uitzendkracht belangrijk is om er zelf in te investeren. Dat is wat jij net ook zei. Maar alle andere partijen hebben hier ook heel duidelijk een voordeel bij. Maar ook een verantwoordelijkheid. En daar gaan we het straks volgens mij nog over hebben. Ja, juist. En gelukkig vinden onze kijkers dit ook een belangrijk onderwerp. Maar liefst, hij verschrikt net, hij ging van 69 naar 71%. Wil graag nog meer investeren in duurzame inzetbaarheid. Maar weet eigenlijk niet zo goed hoe. Dus daar gaan we zo verder op in. En ik zie ook dat er een vraag is binnengekomen. Een vraag van René. En die zegt eigenlijk, ik zou wel willen, maar mijn uitzendkrachten die wil eigenlijk vooral werken en niet zozeer bezig zijn met scholing bijvoorbeeld. Dat is denk ik herkenbaar. Hè? Nou, wij zijn binnen Brisker ook al natuurlijk enige tijd bezig om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen eigenlijk deelnemen aan de mogelijkheden die we bieden. Dat gaat zeker de goede kant op. Hetzelfde bij duurzaamheid. Jullie helpen zo'n 11.000 flexkrachten op jaarbasis. Natuurlijk al een enorm aantal. Aan de andere kant, de markt is nog zoveel groter dan dat. Hè? Dus echt die participatie is een belangrijk thema. Jessica, als jij tips zou mogen geven aan René, wat zou jij mee willen geven? Ja, het is inderdaad wel een signaal wat ik vaker oppik uit het veld, om het zo maar even te noemen. En ik zou als tip willen geven om toch te beginnen met echt met een gesprek met je mensen aan te gaan over dit onderwerp. Want wellicht speelt er van alles bij de uitzendkracht die dit aangeeft. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan, misschien zijn er financiële zorgen, of misschien heeft iemand wel mantelzorgtaken, waardoor die denkt van, joh, ik heb helemaal geen tijd en ruimte voor een opleiding. En dan kun je met elkaar daarover in gesprek. Hè. Is het alleen nu niet dat je wil investeren in opleiden, of is een jaar later misschien wel wat meer ruimte, of kunnen we je misschien helpen? Ja. Alles begint toch denk ik met een goed en open gesprek over dit onderwerp. Ja, goed. Goeie tip. En daarmee gaan we ook even naar het volgende onderwerp van vandaag. We wilden graag toch even wat context en achtergrond geven bij Brisker en bij Duurzaam. Ik zal het kort houden. Even voor wie Brisker niet kent, een korte introductie. Wij zijn een van de grootste beloningsspecialisten in Nederland en ook in België. We zijn meer dan 30 jaar geleden begonnen als payroller in de markt. En inmiddels uitgegroeid tot een full-service HR-dienstverlener. Dat betekent dat wij ondernemers
ondernemers helpen met allerlei soorten vraagstukken op het gebied van werkgeverschap. En dat reikt van salarisadministratie tot het helemaal overnemen van werkgeverschap. Want uiteindelijk is werkgeverschap best wel iets complex geworden. Hè? Zeker met alle veranderende wet en regelgeving. Maar denk ook aan de diverse groep van werknemers die we hebben eigenlijk. Hè? Die we zien bij bedrijven. Hetzij via een intermediair, zelf in dienst, flex, vast. Dat kan ook zijn iemand vanuit het buitenland of misschien in Nederland. Dus allerlei soorten vraagstukken die eigenlijk spelen rondom dat werkgeverschap. Je kent ons vanuit de merken Pay4People en Tentoo. Pay4People verzorgt de back-office voor allerlei soorten intermediairs. Dus dat zijn inderdaad uitzendbureaus, hè, zoals vandaag ook een groot deel van de kijkers. Maar ook detacheringsbureaus, ZZP-bemiddelaars, brokers, MSP's en ook platforms tegenwoordig. Dus partijen die volledig digitaal werken. Tentoo, dat is ons tweede merk, is een full-service HR-dienstverlener voor wat wij noemen de directe markt. Dus een opdrachtgever, dan wel een flexkracht die eigenlijk onze hulp inschakelen om hen te helpen met administratie, met verloning of de salarisadministratie. Met onze merken verlonen we ongeveer 20.000 flexkrachten per jaar. En om dat efficiënt, foutloos te kunnen doen, doen we dat met eigen verloningssoftware. Dus dat is even kort iets over onszelf, voor wie dat nog niet wist of had gehoord. We maken overigens graag kennis natuurlijk. Jessica, kun jij ook iets vertellen over duurzaamheid? Jullie zijn echt een begrip in de markt. Ik denk dat er weinig mensen zijn die jullie naam nog nooit gehoord hebben. Maar toch, wat doen jullie nou precies? Hè? Ja, nee, dat is altijd de vraag. Hè? Ja, we zijn duurzaam, we zijn het fonds voor de uitzendbranche. En wij hebben met name werken wij voor de werkende uitzendkracht. En dat klinkt misschien een beetje een rare term, maar we zijn er dus echt voor degene die al aan het werk is via een uitzendorganisatie. En we begrijpen heel goed dat werken als uitzendkracht veel met zich meebrengt. Hè. Veel onzekerheden ook, hè, waar ik het er straks al even over had. Hè. Dat volwaardige inkomen en dat het ook gewaarborgd blijft en een continuïteit in zit. Ja, dat kan wat stress veroorzaken of moeilijk zijn. En hoe ga je daar nou mee om als uitzendkracht? Nou, we hebben allerlei vergoedingen en regelingen waar uitzendkrachten dus gratis gebruik van kunnen maken. Om daar een bijdrage aan te leveren. En dan kun je inderdaad denken aan vergoedingen die gaan over opleiden. Maar ook, hè, waar ik het er straks al over heb, mentaal, fysiek. Dus eigenlijk alles om mensen veilig, vaardig en vitaal aan het werk te houden. En uitzendkrachten kunnen direct bij ons terecht. Maar we werken ook zeer zeker, zeer nauw samen met al die vele uitzenders in het land. Die bij ons dus komen voor die vergoedingen en regelingen. Waar de uitzendkracht uiteindelijk dan profijt van heeft en verder mee geholpen wordt. Ja. Ja, zo werken wij natuurlijk ook wel eens samen. Hè? Ja. Michiel die kan daar natuurlijk alles over vertellen vanuit zijn rol. Zou jij misschien aan de kijkers ook een korte toelichting kunnen geven over wat jouw werk inhoudt? Ja, wil ik zeker doen. Ik wil alleen nog wel één ding ook voor jou aanvullen eigenlijk. Ja. Want waar wij samenwerken met Stichting Duurzaam vanuit Brisker, daar is ook vooral de adviesrol die jullie hebben. En hoe jullie eigenlijk kijken naar de markt en wat voor tips jullie hebben voor ons als organisatie is heel belangrijk. Dus zeker, dat zie ik. Ja. Ja, het zit niet in geld uit te drukken. Hè, nee. Maar het is wel in ieder geval een heel belangrijk onderdeel van het werk wat je doet. Ja, wat je nu in het scherm zit, zijn inderdaad een aantal van onze vergoedingen. Het is op zich scholingsfoutje heel simpel. Hè. Simpel. Het is simpel in uitleg, maar wel een heel mooie regeling waar mensen echt wel mee verder geholpen worden. Hè. €500 om scholing te volgen. Nederlands taalbudget, ontzettend belangrijk ook. Hè, want alles begint gewoon bij Nederlands taal. Als je elkaar niet begrijpt, hoe kun je dan goed met elkaar samenwerken? Dus dat is een taalbudget voor €1.500. Een budgetcoaching, mag geen geheim zijn, denk ik, dat veel mensen in Nederland en ook veel uitzendkrachten dus toch wel moeite hebben om de maand rond te krijgen. En met budgetcoaching krijgen ze echt net wat meer tips, trucs, tools. En hoe doe ik dat nou? En bij welke loketten kan ik dan nog aankloppen
om het voor mij allemaal nog een beetje goede banen te leiden. Dus dit zijn een aantal van onze vergoedingen. We hebben er veel meer, maar deze wilde ik even uitlichten. Ja. Deze plus jullie advies maakt een heel mooi compleet plaatje. Dus dat wilde ik nog. Ja, dankjewel voor die aanvulling. Ja. Mooi. En jouw vraag was. Wil ik wat vertellen over wat ik doe volgens mij, toch? Ja, dan zal ik dat dan ook doen? Ja. Nee, wat ik doe, en ik wil toch even ook iets vertellen. Hè. We hebben het over duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. En zeker bij duurzame inzetbaarheid wordt al heel snel toch gedacht aan training en opleiding. Dus het investeren in eigenlijk de kennis en vaardigheden van medewerkers. Nou, dat doen wij natuurlijk ook. Wij hebben daar een hulpmiddel bij. Wij gebruiken daarvoor de Academy for Flex. Dat is de Academy van Brisker. Waar alle 20.000 flexkrachten eigenlijk automatisch toegang toe hebben. Dus dat betekent dat elke flexkracht die voor ons werkt. Via eigenlijk een knop in het eigen portaal naar de Academy for Flex toe kan gaan. En binnen de Academy for Flex de keuze heeft uit het volgen van allerlei trainingen. Die gratis te volgen zijn. Dat zijn vooral trainingen die dan toch meer gericht zijn op, noem ik het maar even, zakelijke professionals. Dus hoe werk ik met Excel, hoe moet ik goed projectmanagement doen. Maar er zitten ook heel veel trainingen bij die worden betaald. Die worden betaald vanuit Brisker, vanuit het scholingsbudget wat wij reserveren. En dat zijn veel meer praktische opleidingen. Dus er is bijvoorbeeld inderdaad een training tot een op de heftruck te kunnen rijden. Of wat ik net zei over EHBO. Of misschien wel meer verdieping te hebben in bepaalde onderwerpen. Het leren van het spreken van een taal zit daar bijvoorbeeld ook in. Dus de Academy for Flex is ons online leerportaal waar in ieder geval dat deel van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit een plek heeft gekregen. Dus dat is, noem ik het maar even, onze tool die we daarvoor voor kunnen inzetten. Dat is de Academy for Flex, maar ja, het is wel meer dan eigenlijk alleen maar de Academy die duurzame inzetbaarheid oplost. We hebben het ook over andere thema's en kennis en vaardigheden spreekt dus heel erg voor zich. Maar als het gaat over een thema als gezondheid, dus over de fysieke gezondheid, mentale gezondheid. Nou ja, Jessica zei net ook al, hè, de financiële gezondheid van mensen. Dan is dat echt een onderwerp wat we bespreekbaar willen maken. En tegelijkertijd, hè, gezondheid is één, werk-privé-balans ligt daar soms een beetje mee in het verlengde, heeft daar ook mee te maken. Hè, als je zorgtaken hebt voor familieleden of als je een gezin hebt met jonge kinderen waar je voor moet zorgen. Het is zeker niet altijd zo dat je altijd maar kunt werken daarmee. En dat er ook andere taken zijn die je soms moet verrichten. Dus daar kijken we ook naar bij duurzame inzetbaarheid. En daar probeer ik ook bij te helpen. En tot slot werkplezier en betrokkenheid. Want dat is, ja, hij staat als laatste, maar misschien is het wel een van de belangrijkste. Het gaat over plezier hebben in je werk. En ook over dat je als uitzendkracht je erbij moet horen eigenlijk. Als je op de vloer werkt met ook mensen die in vaste dienst zijn, is een uitzendkracht, ja, die moet ook het idee hebben, ik hoor hierbij. Het heeft nut wat ik doe, maar ik lever een bijdrage aan iets. En dat is eigenlijk een heel belangrijk onderdeel wat wij in ieder geval willen benadrukken. Maar hoe doen we dat nou? Want dat zou dan de volgende vraag kunnen zijn, want ik ga hem even invullen voor je, sorry. Want wij willen aandacht geven en we willen aandacht geven aan uitzendkrachten. Dezelfde aandacht die we ook aan onze vaste medewerkers geven. En we proberen dat te doen in de vorm van, ik noem het maar eventjes, aandacht. En met elkaar praten. En dat is ook wat ik aan alle kijkers van vandaag wil meegeven. Morgen ontvangen ze die ook. Dat is eigenlijk een soort tool waardoor je een beter gesprek met een ander kunt hebben. En dat is waar het voor ons in de basis op neerkomt, is dat we proberen zoveel mogelijk goede gesprekken te hebben met de flexkrachten die voor ons werken, of met eigenlijk al onze medewerkers, over hoe gaat het nou met jou? Nou, ja. En daar gaat deze praatplaat en deze toolbox over. Dus die komt in ieders mailbox, maar dat is het punt wat ik ga zetten. Punt. Heel goed, dan gaan we door naar het volgende onderwerp namelijk. Het samenwerken in de keten. Wat ik even vanuit mijn rol in ieder geval veel zie, ik spreek natuurlijk veel andere werkgevers, klanten van ons, CEO's in Nederland. En ik merk eigenlijk dat veel mensen bezig zijn met de vitaliteit van hun medewerkers. Hè. We hebben het vaak over work-life balance. Hè. Thuiswerk is natuurlijk een belangrijk thema tegenwoordig. Werktijden. Misschien ook wel sporten via het werk. Maar vaak gaat het toch wel over vaste medewerkers. En wat minder over flexkrachten. Ik kan me ook wel voorstellen, hè, want de keten, zou ik maar even zeggen. Hè, de partijen die betrokken zijn bij de flexkracht is natuurlijk wat ingewikkeld. Er zijn wat meer spelers die een rol spelen. Maar desalniettemin niet minder belangrijk. Hè. Dus misschien dan weer even leuk om weer even een vraag te doen aan de kijkers. Flexkracht of
eigen medewerker? In onze organisatie behandelen we iedereen op dezelfde manier. Eens of oneens, ben benieuwd naar jullie antwoorden. Ja, en Michiel, dan toch eventjes nog inzoomend op die keten. Hè? Wat al die verschillende partijen. Wie speelt nou eigenlijk welke rol? Ja, ik ga mijn antwoord korter houden dan wat ik net deed. Ja? Dat zal ik in ieder geval proberen. Wat is de keten? Nou, we hadden net even in het vorige deel hebben we het al even gehad over de uitgebreide keten. Daar kom ik zo nog op terug. Maar de keten in simpele vorm is eigenlijk als het gaat over een vaste medewerker. Dus in dit geval met een werkgever en een werknemer. En ja, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit als gezamenlijke verantwoordelijkheid. Eigenlijk tussen twee partijen. Maar ja, we hadden dus inderdaad dat plaatje van Flex. En daar ziet die keten er heel erg anders uit, waarbij dus inderdaad daar veel meer verbanden eigenlijk tussen de verschillende partijen zijn. En wat hier belangrijk eigenlijk is om te vertellen is dat die uitzendkracht, hè, die weet voor zichzelf waarom die ik noem het maar inzetbaar moet blijven. Maar de werkgever, in dit geval de intermediair en de juridisch werkgever, de back-office partij in dit geval zoals wij die daar als optreden, die hebben ook die rol. En die voeren de gesprekken over het verzuim en die voeren het gesprek over gezondheid. Die voeren het gesprek over misschien wel welke opleiding heb je nodig, welke training zou je moeten volgen om naar de volgende stap te kunnen gaan. Dus als het gaat over wie is de samenwerking, is met name in dit geval tussen bijvoorbeeld een Brisker, back-office partij en een intermediair een hele belangrijke, want die kennen uiteindelijk de flexkracht het beste, ja. De uitzendkracht het beste. Juist, dus het is uiteindelijk zeg maar een samenspel tussen de verschillende partijen. Hè? Kun je daar ook een voorbeeld bij geven van een situatie waarin je zag van dat werkt ook eigenlijk heel goed samen? Nou, we hebben heel veel voorbeelden, zeker in de afgelopen periode, waarbij we dit echt een belangrijker onderwerp zijn gaan vinden. Maar een mooi voorbeeld van zo'n samenwerking in de keten zie je onder andere bij taaltrainingen die we hebben verzorgd voor een van onze intermediairs. Hè, tussenpersoon, bemiddeld voor mensen. We hebben het over nu een aantal Ghanese arbeidsmigranten, zijn werkzaam bij een bedrijf in de vleesverwerkende industrie en spreken geen Nederlands. Of eigenlijk heel erg weinig. Dus hoe communiceren ze? Ze communiceren in het Engels met elkaar. Maar het is lastig om bijvoorbeeld instructies te krijgen op de werkvloer. Via een taalbudget, via dus eigenlijk een subsidiemogelijkheid om taaltraining te volgen, zijn ze voor de zomer gestart in de lente met het 2 uur per week getraind worden op de locatie van de inlener, onder begeleiding van de intermediair, met in dit geval financiering vanuit het Nederlands taalbudget. Uitzendkrachten super gelukkig, hebben namelijk nu vorige week hun traject afgerond. Van de 5 kandidaten hebben 2 hun examen behaald. Ja, dat lijkt weinig, maar is eigenlijk een heel mooi resultaat. Maar wat je vooral ziet is dat de manier van samenwerken op de werkvloer onderling met de andere collega's een stuk vooruit is gegaan. En dat heeft profijt voor inlener, intermediair, uitzendkracht en uiteraard ook een beetje voor ons, voor Brisker, omdat wij uiteindelijk daar natuurlijk ook gewoon een belangrijke rol in hebben gespeeld. Dus dat is een voorbeeld van zo'n samenwerking in de keten. Ja, mooi. Ja. Dit is natuurlijk een voorbeeld van Brisker. Hè? Maar Jessica, je ziet natuurlijk ongetwijfeld nog veel meer goede voorbeelden in de markt. Ja, supermooi voorbeeld. Hè? Zo zien we er inderdaad als het gaat om scholing eigenlijk best wel veel terugkomen. En dat is hartstikke mooi als je dat zo gezamenlijkheid kunt oppakken. Wat ik zelf ook altijd nog wel een mooi, omdat het ook vrij simpel in te zetten is als voorbeeld. Als we dan toch weer even teruggrijpen op de budgetcoaching. Het is best een gevoelig onderwerp om te bespreken. Mensen schamen zich vaak nog een beetje als ze dat moeilijk vinden. Weet dan ook dat we bij Doorzaam best ondersteunende materialen hebben die je kunt delen met je uitzendkrachten via een mailing of door dingen op te hangen ergens in een bedrijfskantine of bij de toiletten, waar dat uitzendkrachten zich rechtstreeks bij ons kunnen melden voor budgetcoaching. En dan wordt de aanvraag anoniem behandeld, dus iemand hoeft niet eerst met zijn intercedent of intermediair dat bespreekbaar te maken, maar die kan dan gewoon rechtstreeks bij ons terecht. En we zien dat er eigenlijk best wel veel gebruik van wordt gemaakt. Dat is wel mooi, want die mensen worden wel echt geholpen. En dat, ja, daar gaat het uiteindelijk toch om. Ja, absoluut. Ja. Hè? Omwille van de tijd kijken we ook eventjes naar de reactie op de laatste vraag. De meeste van onze kijkers, die behandelt iedereen hetzelfde. Dus flexkracht en eigen medewerkers. Dus dat is eigenlijk al heel goed beginnen. Daarmee gaan we langzaamaan ook naar het einde van dit webinar.
Voordat ik iedereen ga bedanken, misschien nog even de laatste tip aan de kijkers. Michiel, heb jij nog een laatste tip? Nou ja, zeker. Ja, voor mij is alles samen te vatten tot het woord aandacht. Dus het gesprek voeren, kennis hebben van de ander en daar oprechte interesse tonen. Dus als het terug mag brengen naar één tip, zou ik zeggen, voer in ieder geval iedere dag één gesprek met je flexkracht. En je hoeft niet ze allemaal in één keer tegelijkertijd spreken, we zijn allemaal druk. Maar één gesprek per dag en verdiep je in de ander en hoor dingen, krijg inzichten en gebruik dat uiteindelijk om... Ja, tot een goede, nou ja, een oplossing misschien niet, maar gewoon met elkaar in ieder geval het onderwerp bespreekbaar te maken. En ja, dat is heel belangrijk. Ja, ja. Mooi, zeker natuurlijk even voor de kijkers. Hè. De meeste zijn uitzendbureaus, hè. Toch eigenlijk de vaste, stabiele basis voor een uitzendkracht, ja, in dat geval. Dus een belangrijk tip. Ja. Jessica, heb jij nog een hele, ja, hele mooie tip, aandacht. En als daar nog iets aan toe mag voegen, dan is het begin met kleine stapjes. Fijn als je een heel mooi doel hebt waar je naartoe wil werken. Maar begin klein, maak dat een succes. Leer daarvan en ga dan pas verder. Dan komt het helemaal goed. Ja. Super. Dankjewel voor jullie tips en het delen van jullie expertise vandaag. Dank ook aan iedereen die kijkt naar dit webinar. Daarmee ga ik het graag afsluiten. Ik wens iedereen nog een hele prettige middag. En volgens mij wil Wim nog even de laatste afsluiting doen. Ja, heel graag. Dank jullie wel voor het webinar, voor mij compleet ontzorgen. Dank jullie wel daarvoor. En dank voor het aandacht geven aan dit onderwerp. Omdat het er toch nog wel te weinig, denk ik. Als ik nog één... Kun jij een aanleiding vinden? Technisch genoeg? Oh jee, bovenop. Zo? Ja, dat kan ook. Ja. Maar ik heb hier wel trainingen voor in de Academy. We kunnen daar wel voor kijken wat we doen voor geluidstechnicus. Ben ik ook? Ja, heb ik geluid? Oké. Okay, nou. Nogmaals dank voor jullie webinar en voor mijn ontzorging dat ik eigenlijk niks hoefde te doen. Alleen een beetje aankondigen en een beetje afkondigen. Jullie hebben het volgens mij heel goed gedaan op een zeer belangrijk en serieus en goed onderwerp. Duurzaamheid. Jij begon over, is misschien wel een beetje groen. Ja, wat is daar mis mee? Ja. Helemaal niks mis mee, toch? Nee. We moeten met niet alleen met de planet, maar ook met de people, ook met de flex people moeten we duurzaam omgaan. Dat moeten we gaan doen. Dit is de vierde industriële revolutie, zeg ik altijd. Daar zijn we nu aan begonnen. En dat vaagt in een kantelende wereld van werk, dat we ook aan die flex werken, aan die uitzendkracht gaan werken. Heb jij enig inzicht in hoeveel uitzendkrachten er worden geholpen door duurzaam? Nou, Elke had toen straks al een heel mooi aantal, 11.000. Hè? Ja, mogen er wat mij betreft nog veel meer zijn. Ja. Dus deze oproep aan alle uitzenders die kijken. Heel goed, want op jaarbasis lopen er ongeveer 1 miljoen rond in Nederland. Ja, zeker. Dus, officieel. Ja. Dus 10.000, 11.000 is al een heel mooi aantal, maar het kan nog veel meer. Nogmaals, dank jullie wel. Kijkers, dank voor jullie aanwezigheid en voor jullie deelname. Dit was het vierde webinar van deze dag. En later vanmiddag hebben we nog een vijfde webinar. En dan gaan we het hebben over skills. Ook weer een belangrijk onderwerp. Ik zie jullie straks, hoop ik. Voor nu, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. En ook nogmaals, dank voor jullie aanwezigheid. Tot ziens, iedereen.